We gaan nu snel kijken naar de opstelling die we al hebben gezien in de studio natuurlijk. Maar in doel Kojokaru, dan met zijn vieren achterin. Ouedraogo, Rika, Pletings en Patrice. Ook vroeg in de wedstrijd, misschien een eerste kans. Maar Okazaki moet noodgedwongen terug. Boya, goede kapbeweging voor mijn Schrijvers. Dan is daar de voorgezet en de handspel van Bruno. Dat is geel. Bewust met de hand in de grote baklijn. Inderdaad, de gele kaart voor Gianni Bruno. Zevende minuut van de wedstrijd. Reitz. Kapt zich vrij, maar kapt eigenlijk te ver. Schrijvers van de bal gezet door Bauer. Goeie tackle. En dan een poging uit de tweede lijn. Ja. Bolki Janssens. Combinatie met Okazaki en Hashioka. Hij heeft de vrije baan. Voorzet van Hashioka. Daar is Hayashi in de goal van Sint-Truiden. Vlotte aanval. En zo in de negende minuut. 0-1 voor Sint-Truiden. Japanse connectie. Maar wat een ruimte. Ouedraogo kwam veel en veel te laat. En dan deze Hayashi. Hier Wolke Janssens. En dan achter het steunbeen Okazaki. En plots de vrije baan voor Hayashi. En die legt hem ook wel echt goed terug naar Hayashi. En hier Hashioka terugleggen. Passing moet beter bij Oud-Heverlee-Leuven als ze er doorheen willen voetballen. De Noren vastgezet door Okazaki. Dan meteen tot bij Bruno. Die zag dat Kojokaru ver uit zijn doel stond. Combineren had achteraf gezien een betere optie geweest. Het wordt toch Siebe Schrijvers. Dan Dom probeert te verlengen. Teixeira haalt weg. Schrijvers. Gooit dan en alweer iemand blijven liggen. Alweer Hayashi. Die krijgt nu geel. Het is de opeenvolging van fouten. Het zou eigenlijk geen... Zo komen een paar minuten nu toch al niet meer aan voetballen aan. Of toe. Redelijk evenwichtige wedstrijd. Alleen geen kansen vooruit Heverlee-Leuven. Misschien nu met Tamari. Nog eens een kapbeweging. Lekker van Tamari. En dan nog net afgeblokt. Daarvoor staat hij op het veld. Gaat hier voorbij Koita. En dan even kappen. Dan is Bauer het bos in. En dan Teixeira om het helemaal recht te zetten bij Sint-Truiden. Eindelijk. Niet meteen de twee grootste ploegen tegenover elkaar. Schrijvers. Op zoek naar Nsingi. Die heeft daar Bruno vast. Ondertussen nog het schot van Tamari over de lat. En was er dan geen fout op Koita. De Noren. Goeie bal richting Torsteinsson. Torsteinsson kan hem meenemen. Gaat voorbij Schmidt. Janssens haalt hem van de lijn. En Patrice kan er net niet bij. Grote kans voor Oud-Heverlee-Leuven. Geweldige bal van Kasper de Noren. Kasper de Noren. Prima loopactie van Torsteinsson. En dan de Noren ligt hij perfect. En dan gaat hij voorbij Schmidt. Maar is er nog ook Janssens. En Patrice kan ook niet afdrukken. En zo nog een handvol. Vlak na die grote kans van Torsteinsson. Een vrije trap alweer. Een voorhoud Heverlee-Leuven. We hebben er al heel veel gehad. Zelden echt gevaarlijk. Schrijvers droopt hem net over de lat. Nu wel gevaarlijk. Wolke Janssens de bal tot bij Van Boya. Die trapt een gat in de lucht. Nsingi profiteert. Patrice met een fameuze inspanning. Moet die bal nu krijgen. Krijgt hij ook. Gaat voorbij Teixeira. En scoort niet. Tweede grote kans voor Patrice. Maar het blijft 0-1 voor Sint-Truiden. 1-1 moeten staan. Het was lang wachten, maar dit zijn toch echt grote kansen. Misser van Boya, dat had hem heel duur te staan kunnen komen. Maar uiteindelijk nog een uitstekende redding. Patrice. De Noren. Inspelen tot bij Schrijvers. Is dan geen strafschop? Jawel. Bolterberg wijst naar de stip. Inspeelpaas van de Noren. En dan Teixeira duwen. Trippelen op de achterlijn. 53ste minuut. Torsteinsson of Daniel Schmidt. De speelvogel op de lijn. Of de rake doeltrap. Het is de rake doeltrap van Torsteinsson. En op die manier 1-1. Verdiende gelijkmaker van Oud-Heverlee-Leuven. Door de mentale spelletjes van Schmidt.
die dan maar bleef dansen achter de doellijn. En uiteindelijk kiest hij de verkeerde kant. Tamari. De bal. De Noor kan er niet bij. Boya pikt op. Kan meegeven met Hayashi. Bruno komt naar het penaltypunt. Hayashi gedwongen tot een doelpoging. Okazaki pikt hij aan. Hashioka de voorzet en dan de eerste paal rights. Moeilijke hoek. Is er contact met Kozukaru en was het dan een fout? Het antwoord is nee. Frank Boya aan het penaltypunt. Voor een hoekschop met Sint-Rijden en Rocco Reitz. Wegdraaiende bal. Daar is Boya. Afvallende bal is voor Boca. Oh, die bal ging binnen. Leeuwen. Afvallende bal. Helemaal alleen. En dan nog net de voet van Thorsteinsson. Anders stond Sint-Rijden weer op voorsprong. Dubbele wissel. Biedt zich aan. Kijin en Mario González. Boya. Van Hayashi. Prima verdedigd door Schrijvers. En zo kan Oud-Heverlee-Leuven omschakelen. Het zijn vaak de gevaarlijkste momenten. Turnover na turnover. En Singi. Schrijvers. Het gevoel richting Tamari. Teixeira omweg te koppen. Is. De bal van Thorsteinsson. Diamond Singi. De redding van Schmidt met de vuisten. Hier prima actie van Singi. Als hij hem voorlegt aan Tamari, dan is het gewoon 2-1. Dat is meteen zijn laatste actie. González meteen flux naar de grote baklijn voor de inworp van Uedraogo. Uedraogo, Thorsteinsson brengt hem voor doel. Dom verlengt daar González. Maar de bal in de handen van Schmidt. Thorsteinsson. Tussen de benen van Janssens. Thorsteinsson heeft Mario González uit te kiezen, maar Schmidt zit ertussen. Goeie tussenkomst en dan overgetrapt door Uedraogo. Kopbal van Dom. Hashioka op zoek naar Okazaki. Boya torent daar flink boven Kien uit. Rika, goede schijnbeweging. Gewoon hier heel veel ruimte voor zichzelf gecreëerd. Patrice. Right. Ja, die is de pijp uit. Die kan niet meer volgen. Die is moe. Mist wedstrijdritme. Tamari met de voorzet. Daar is González afgeblokt. Wolke Janssens, appel voor Rens. Ik denk dat hij hem op de borst kreeg. Lekker. Van Thorsteinsson. Had het moeilijk in de openingsminuten. Hij is echt gegroeid in deze wedstrijd. Don Hashioka moet de hoekschop toestaan. De Norre hield iedereen nog eens op. Daar in de spionkop. Nog 12 minuten. Kom aan, Leuven rolt van de tribunes. Van Dessel gaat erin komen, maar dat is voor zo dadelijk. Hoekschop met Kijin. Het slotoffensief is al begonnen van de thuisploeg. De bal is lang onderweg, daar is Joren Dom. Raakt hem niet helemaal lekker. En dan de afvallende bal voor Tamari. Probeert dan beter het onmogelijke. Op die manier kan Sint-Truiden gaan counteren met Boca. Op het vervelende af. Ja, het is gewoon vervelend. In zijn plaats komt Van Dessel. Nog 10 minuten om minstens een punt te pakken. Kien met de vrije trap. Zuipt hem weer voor doel. Afvallende bal voor Thorsteinsson, niet gemakkelijk. Met de kraanvogel uit de Karate Kid, maar ook wel naast het over. Deze man, cultfilm uit de jaren 80. De
Karate Kid. Krijgt een eventueel een revival gekregen, als ik me niet vergis. Moet nog een spin-off reeks Cobra Kai. Geen idee of dat de moeite waard is om naar te kijken. Probeert voorbij Hashioka te geraken. Kiyin. Tamari. Van Dessel voor de neus. Tamari gaat het zelf doen. Had het beter niet gedaan. En zo nog 3,5 minuten. Uiteraard nog wat toegevoegde tijd. Van de duels. Dom. Niet gemakkelijk, zo'n bal die echt kaarsrecht naar beneden valt. Rika lost het eigenlijk goed op. Okazaki. Hashioka komt naar binnen. Hashioka, zoevend schot, maar wel hard. En hoog over het doel van Kojokaru. In het slot van de wedstrijd. Plots toch nog even zien te rijden. Maar echt gevaarlijk, nee. Dat wordt het niet. Vlietink al wordt nog gepakt door Janssens. Dat wordt een kaart voor Roke Janssens. En zo mist hij de volgende wedstrijd. De vijfde gele kaart. Hij is er niet bij. Wat zijn het? De laatste 3 seconden al. Nog één bal richting de grote baklijn. Weggekopt door Joren Dom. En zo eindigt deze Oud-Heverlee Leuven-Sint-Truiden op 1-1. Best wel een leuke tweede helft. Waarin beide ploegen de kansen hadden.